Juist. Goed. Super. En dan mag je hier ook weer de neus ietsje nog buiten het buitenvoorbeen houden. Ja, dat was goed. Voelde je dat? En dan voel je dat je meteen buiten de lijn van... Dit is heel mooi. Buiten de lijn van de volt gaat. Nou hoor je geen plof, plof, plof meer, hè? Yes. En opletten dat hij niet te snel gaat buigen in de hals. Want dan plaats je zijn gewicht op zijn rechtervoorbeen. Juist. Ja, goed gedaan. Goed gevoeld. Dat kan natuurlijk. Ja, super. En dan weer van je afduwen. Ja, en je gaf energie bij. Dat was heel goed. Alleen de energie ging net eventjes te veel door in te veel voorwaarts. Dus dan geef je wat energie en dan zeg je toch weer rem. Ja, goed. Ja, precies. Maar het mooie is, hoe meer... Daar, wauw. Dit is perfect. Hoe meer het paard in balans is... Hoe sneller die op rem zal reageren. Hè? Als hij inderdaad nog in zijn stoomwalsmode staat, dan kan je remmen wat je wil. Maar dan gebeurt er niet veel. Buitenteugel daar. Buiten. En toch draaien. Ja, precies. En duw van je af met energie, maar zonder te versnellen. Ja, dit is goed. En nu geeft hij ook aan, ik begin nu een beetje moe te worden. Dus je mag hem nu gaan laten stretchen. Waarbij zijn oog 10 centimeter onder het tubercoccyx komt. Daar zit het heupgewricht. Buitenteugel op verbinding houden. Want hij mag wel hals trekken. Maar hij hoeft niet dan weer een bezemsteeltje in te slikken. Ja, goed. Buitenteugel daar. Heel mooi. En duw van je af. Een klein beetje energie. Daar ja. En duw van je af. Goed. Daar. Super. En dan bedenken dat als je een paard deze lengte geeft, dat hij het moeilijker krijgt. Hè? Dus halstrekken lijkt heel leuk, maar eigenlijk krijgen ze het heel moeilijk. Ja, ietsje terug in tempo. Binnenteugel toestaan. Ja, nog ietsje losser binnenteugel. Ja, daar. Dit is het goede ritme. En daar. En daar laten. Super. Dus als hij in je hand gaat hangen, kantel je even een klein beetje je bekken. Dan zeg je, wow, kom maar iets omhoog. Daar. En dan sta je toe. Super. Wow, daar hangt hij weer. Kantel je bekken. Laat hem omhoog. Daar. Perfect. En dan mag hij zo terug naar...